olifanten. En wat hebben die te vreten? En dit wat je hier ziet, dit is wel zo verschrikkelijk triest. Raapt van die enorme stekeltakken op. En die is die aan het eten. Dat laat wel zien dat de nood bij de olifanten ook ontzettend groot is. Kijk hier. Hier gaan de stekels naar binnen. En als je weet dat een olifant, ja, die vreet een boom per dag. Maar dan wel sappig groen. En dit is echt triest om te zien. Op een enorme lege vlakte een leeuw. Rechts één leeuw en links ervan liggen twee leeuwen die boven dat dode gras uitsteken. En op die vlakte een paar boompjes, vijf giraffen. Ja, het eten zit laag. Een game drive, dan kan je zo'n open safari truc plaatsnemen zodat je urenlang stof kunt happen. Er staat een harde wind, dus de stofwolk van onze voorganger die wordt behoorlijk weggeblazen. Geen water. En die blubber gooit hij over zijn rug. Magere olifant. Twee of drie hyena's. Ik heb goede grond op. En rechts van deze. Ja, voor ons op de weg. Een aantal zebra's. In de verte onder die struik. Heel moeilijk om te filmen. De koning van Itosha. 24 oktober vanaf de luxe campground White Lady. Zijn we een droge rivierbedding ingereden. Mooie omgeving, mooie bomen. Kijk, dit is dus een plek waar nog bomen staan. Annemarie die rijdt in de element. Offroad. Een behoorlijk stevige piste. Fantastisch dat ik dit nog een keer doe. Zo, rijden door de desert van Namibië. Echt mooi, verrassend. En ook schokkend, maar dat heeft weer met het wegdek te maken. Hier wordt de bedding beduidend smaller. Een sprookje. Ja, en dan regelmatig zien we olifantenpoep liggen. Zo, Annemarie die geniet met volle, ja, met teugen. Nou, hier eens even kijken. Ja, daar houdt ze van hoor, dus een plas. Ben je al bang, Annemarie? Nee, ik ben niet bang, maar dit is awesome! Kijk al eens naar de route. Prachtige route. Een schitterend landschap. Maar niet veel zicht. Zo, is dat te diep niet? Ja, nou mag ik zo'n weg met die gaten best spannend vinden hoor. Dit hier is uitgesloten. Ja, dat geeft zo'n risico.
denk, ja, jij gaat het proberen. Ja, dan kan het draaien dan. Zo, dan kan het weer... Ja, we moeten enkele tientallen meters terug. Kijk, dat is ook een stuk van de wagen. Wat hier is achtergebleven. Ja, ik kan zien. Dus ik kan wel draaien. Beetje lastig, we zijn een stuk achteruit gereden. En hier zitten zulke diepe gaten. En de kans dat hier een wagen langskomt aan wie je hulp zou kunnen vragen is nul. Echt een ongekend mooie route, maar we zijn bij die modderpoelen zijn we gedraaid en dat blijkt eigenlijk voor het verkeer wat hier langskomt ook het eindpunt te zijn.